Goedemiddag. Dag Rob. Zeg, we zijn hier op OBS Step. Die kinderen die zullen het wel leuk vinden dat ze thuis zitten. Huh? Nou, welkom in ieder geval dat je bij ons op basisschool Step bent. Met een uitroepteken, want wij maken heel graag het verschil. Maar nee, de realiteit is dat ze het eigenlijk ook helemaal niet leuk vinden. Hm. Je bent hier in een surrealistische situatie met elkaar, heel onwerkelijk. Want normaaliter zou het hier gewoon, zouden de kinderen aanwezig moeten zijn en collega's. Maar goed, het coronavirus, dat treft ons allemaal. Hm. En dus ook de scholen. Dus dat betekent dat nu al voor de vierde week de kinderen thuis zijn. En daar hebben we uiteindelijk wel met elkaar, zoals in heel Nederland, denken we in kansen en hebben we daar wel een oplossing voor gezocht. Want we regelen nu het onderwijs op afstand. En dat laat ik je graag zien. Ja, we staan hier bij de tafels. Ik neem je straks even mee langs elke tafel. Op maandag en dinsdag dan bereiden de collega's het werk voor de kinderen. En dan op woensdag vanaf 8:30 tot 10:00, dan wordt het door één lid van het gezin opgehaald. En dan bewaken ook de richtlijnen van het RIVM, dus niet meer dan 2 naar binnen. En dan ook met gepaste afstand. Ik heb zelfs pionnen buiten staan, zodat we de 1,5 meter bewaken. Maar dat gaat in regel hartstikke netjes en gedisciplineerd. En nou, hier ligt het voor groep 1. Nou, en waarom dan 2 ballonnen aan de tafel? Want gisteren was Elin was 4 jaar geworden. En normaaliter betekent dat voor het eerst zou ze naar school gegaan zijn. Een reden voor een feestje, trakteren en dergelijke. Maar goed, helaas kon dat niet. We hebben daar wel op een andere manier aandacht aan besteed. Dus met elkaar proberen we het beste van te maken. Maar er zullen zeker ook verschillen zijn. Maar we proberen het samen met onze ouders om die achterstand uiteraard te beperken. We geven ook boeken mee, zodat kinderen ook aan de slag kunnen gaan. En de leerkrachten die hebben een weekprogramma gemaakt, ook een dagprogramma, zodat er precies staat wat de kinderen kunnen maken. En er zijn ook soms ouders die zeggen van, oh jee, hoe moet ik dat nu doen? Nou, dan zeggen we ook, raak niet in paniek. We hebben elke week een belmoment, een contactmoment. En dagelijks tussen 9 en 11 zijn onze leerkrachten ook beschikbaar. Dus als ze vastzitten met het werk, dan kunnen ze bellen. Nou, we staan hier bij de tafel van groep 5. En er staat op weekplanning woensdag 8 april tot en met dinsdag 14 april. Goede vrijdag en maandag was er geen school, dus daar houden leerkrachten wel wat rekening mee. Dit is Nisa, staat erop. En dan kunnen ze zowel online werken, want dat doen veel scholen ook. Dat is dus inderdaad tegenwoordig gelukkig digitaal, kan je heel veel. Maar daarnaast ook zeker nog een stukje papierwerk en met instructie staat er allemaal bij. Maar nog even terug te komen. Nee hoor, kinderen geven heel duidelijk aan dat ze school missen. En zeker ook de ouders, de papa's en mama's, die hebben hier niet voor gekozen. En die zitten ook letterlijk met de handen in het haar van, ja, hoe moeten we dit met elkaar allemaal regelen? Maar goed, samen staan we sterk en